Sarah. 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 Wacht even, Sarah! Was zij hier die strategie goed doorgevoerd? Weet ik, heb je onachter geraakt. Zij was ongelooflijk goed. Wie is zij? Als het zo doorgaat, blijf je zitten. Ik denk niet dat je moeder dat zo leuk zal vinden. Mag ik nu gaan, meneer? Nee, ik wil dat je even luistert. Wat is er met jou aan de hand, Saar? Zo ken ik jou helemaal niet. Mariette zegt dat ik geen vader heb. Ze gelooft niet dat hij in Zuid-Afrika woont. Nou, dat moet ze zelf weten. Jij mag zeggen wat je wil leren. En dat mag alles zijn. Wil je leren schaken? Maar dat is toch veel te moeilijk? Ik wil het niet hebben, Sarah. Heb je dat begrepen? Nee. Er was eens heel lang geleden een koningin. Haar man, de koning, was altijd heel gelukkig geweest. Maar nu begon hij zich zo erg te vervelen dat hij oorlog wou gaan doen. Ik verveel me zo! Sarah leert helemaal niet schaken. Ik denk dat u dat verkeerd begrepen heeft. Die buurkoning van ons die is bloemkool aan het koken en dan gaat het hier stinken. Bloemkool? Ik vind dat wel een goede reden voor een oorlog, hoor. Oorlog? Ik moet er niet aan denken. Stel nou dat we zelf een spel verzinnen. Een mooi, interessant spel vol actie. Een spel dat wij ook leuk vinden. Maar dat niet verveelt. Een spel speciaal voor de koning. Schaak. Dat zie ik ook wel. Nou, moe, zeg! Is dat nou nodig? Maar je hebt toch geen vader? Ik heb wel een vader. Waar is hij dan? Maar houdt mama dan nog steeds van papa? Waar is Sarah? Ik denk naar hem toe. Oh, nee. Dat kan helemaal niet. Daar is die.